Het sportcomplex Wiekontring was bij velen heel erg bekend als een complex waar je kon gaan voor sportactiviteiten, vertier en alles. De laatste jaren is dit complex echter een beetje in verval geraakt. Maar gelukkig, één onderdeel van het complex is nog steeds operationeel. En dat is het zwembad Wiekontring. En we gaan vandaag dus in gesprek met een meneer die hart heeft voor natuurlijk sport in zijn algemeenheid, maar vooral het zwemmen. En dat is dus de heer Amelo. Elke zondag of in het weekend is hij hier met een groot aantal kinderen en hij geeft ze zwemles. Maar ik heb begrepen dat hij niet alleen zwemles geeft aan kinderen, maar ook aan volwassenen. Maar laat mij het niet vertellen. We gaan nu naar binnen en gaan dan in gesprek met de heer Amelo. Oké, komt u mee. Nou, dus ik zit hier met de heer Winston Amelo. Hij is een van de coördinatoren hier bij het zwembad Wiekontring. En bij nagenoeg alle kinderen, die roepen hem liefkozen, badmeester Ami. Maar sommigen zijn ook een beetje bang voor hem. Meneer Amelo, welkom in gesprek met me. Ja, dankjewel. Welkom, hetzelfde. U bent de coördinator hier bij het zwembad. Ja, ik help met de dagelijkse leiding hier ondersteunen. Samen met mevrouw Melina Welles zijn we hier. Ja. Hoe kom je op het idee om dat te doen? Nou, ik ben hier begonnen als zwemonderwijzer. Toen moest ik dan onderbreken. Waarom? Omdat ik dan gekozen had om het IWL af te ronden. En die heb ik dus wel kunnen afronden in 4-5 jaren. En toen heb ik dan weer besloten om dan weer het zwemgebeuren op te pakken. Ja. En dan heeft u gekozen voor Wiekontring? Jawel. Ik was eerst in de Vos. Ja, maar ik heb toen later, na omstandigheden, dan gekozen om dan hier te zijn bij Wiekontring. Je maakt ons benieuwd hè, wat de omstandigheden zijn. Wat waren de omstandigheden? Ik ben altijd nieuwsgierig. Maar als u dat niet wil zeggen, het is ook goed. U bent nu bij Wiekontring. En, maar dit complex, die was vroeger heel mooi en booming, maar raakte de afgelopen jaren in verval. Maar nu zien we dat het zwembad weer operationeel is. Wat was uw bijdrage daaraan? Nou, in het prille begin met zekere meneer Baart, waren we daar ook hier. En we moesten dan helpen het zwembad schoonmaken, alles weer netjes krijgen. En het is aardig gelukt. En met het bestuur nu en met samen met mevrouw Welles en proberen we dan hetgeen te doen om het dan operationeel te houden. Ja. En als ik zo om me heen kijk, dan moet ik zeggen dat het aardig lukt. Het zwembad ziet er netjes uit. Ja, dus, dankjewel. Dus we werken eraan. Het moet aantrekkelijk zijn voor mensen wanneer ze komen. Wanneer ze een verkeerd beeld hebben, ja, doordat mensen anders hebben verteld, zeggen van nee, Wiekontring ziet er puin uit. Nee, wij werken eraan. Dat het aantrekkelijk blijft. Ik ben ook belast met het onderhouden van het bad. Ja, ik zeg van, als je een bedrijf runt, ja, moet je openstaan om zaken te doen om het draaiende te houden. Ja. We zien dat de rest er wel niet uitziet, vooral als je voorin komt. Ja, dat ligt niet aan ons. Wij proberen hier van binnen, althans ik samen met mevrouw Welles, van binnen aantrekkelijk te houden. Zodat mensen toch wanneer ze binnen zijn gekomen, anders ernaartoe kijken om te zeggen van, nou, wat ik heb gehoord, dat is het niet. De plaats wordt onderhouden, het water is schoon, het bad ziet er heel goed uit. En de badmeesters doen hun uiterste best, ja, om dan de kinderen het zwemmen aan te leren. Ja. U zegt, u bent dus afgestudeerd van het IOL. Gimmen, no? Lichamelijke opvoeding met als specialisatie zwemmen of? Nee, allround. IOL is allround. Je studeert af, maar je gaat je dan toch specialiseren in hetgeen wat je in feite, waarvan je zegt van dat vind ik leuk. Dus dan heb ik dat gedaan. En ik vind zwemmen aantrekkelijk. Ja, het is eerst begonnen. Ik zat op de sportinstructoropleiding.
Toen werd ik benaderd door de zekere heer Michael Klein, Farid Elayebaks. Als ik dan zo wil ondersteunen met het zwemgebeuren toen, was in 2007. Ik zeg van nou, ik wil proberen, ik ga dan die uitdaging uit. En zo, op zo'n manier, dus ben ik dan begonnen met zwemmen. Ik heb dan een opleiding gevolgd, een Agua Leisure. En daarna op het IOL ben ik me verder gaan verdiepen in de zaken. En ja, dat doe ik nu. Ja, naast het militair zijn is zwemmen of les verzorgen mijn passie. Dus daarop wil ik komen. Want ik vroeg, is dat uw werk? Oh, maar u bent in het dagelijks leven militair. Ik ben militair van beroep. Ik in de rang van kapitein. Ja. En wat doet u, waar bent u ingedeeld? Ik ben nu waarnemend hoofd SCNL. SCNL is de afkorting van Sporteenheid Nationaal Leger. Dus als er mensen binnenkomen, ja, dan is het de afdeling die ervoor zorgt dat de mensen een fysieke test moeten ondergaan. En aan de hand van het resultaat, ja, worden de mensen dan ook geselecteerd om verder te kunnen gaan. Ook opleidingen binnen het leger, die vallen ook onder Sporteenheid Nationaal Leger. En daar bij de afdeling ben ik begonnen als korporaal. Ja, en vanwege mijn prestatie, ja, heb ik het dan zo ver gemaakt, geschopt, dat ik nu kapitein ben en op dezelfde afdeling als leidinggevende mag fungeren. Je bent dus in hart en nieren een sporter. Jawel, ik heb altijd van sport gehouden en tot de dag van vandaag. Van kleins af aan deed u al een sport? Jawel, ik voetbalde eerst en later ben ik gaan basketballen. Niet voor als top basketballer, maar dat doe ik nog steeds als elke zondag. Ze ben ik dan in het Ismee van Wilgen Sportlaal met een paar vrienden aan het basketballen. Dan komen we terug op Zwembad Weekend Ring. Want als we zondag hier komen, is het bruist van activiteiten, heel veel kinderen. Aan hoeveel kinderen geeft u les? Er zijn groepen. Ik ben eerst begonnen, maar aangezien je steeds vorderingen krijgt en steeds meer mensen krijgt, dan heb ik het dan niet gehouden op maar mijn persoon. Ik ben geen superhero. Ja, dus, en ik zeg van, als het dichter is, moet je hem kunnen delen. En dan heb ik dan nu een paar collega's, zwemonderwijzers, die me dan ondersteunen op alle niveaus. Maar hoe begon het? Hoe kreeg u de eerste groep kinderen? Ik was een middag bezig hier. Nee, het is zo begonnen dat zeker meneer Andy Ragunat, ja, is van de Lifeguard Brigade, een goede vriend van me, die dan uren hier had. Maar op een gegeven moment had hij waarschijnlijk iets anders te doen. Heeft hij mij dan benaderd om, als ik dan de uren die hij heeft, over wil nemen. Dus ja, zo ben ik begonnen. Ik begon met 2-3 leerlingen. Misschien kent u misschien DC Indra. Ja, dan begonnen met zijn dochter, Rachelle. Ja, die nu ook meedoet met zwemwedstrijden. Ja, zo ben ik dan toen begonnen. En van het een komt is het andere gekomen. En men is het dan door gaan vertellen. En voordat je dacht, dat had ik een volle bak. Ja, en hoogwaarschijnlijk, ieder vindt het leuk. Ami, hij speelt niet wanneer hij bezig is. Ja, ja, de ouders moeten waard voor hun geld zien. En de kinderen moeten van hem houden. Soms is hij streng. Nou, streng moet je zijn. Kinderen, jij hebt verschillende niveaus, verschillende denkwijzen. Ja, ik zeg, wat je thuis mag, mag je hier niet doen bij meneer Amelo. Nee, er zijn regels. Je gaat die moeten houden aan de regels. En je komt om iets te leren, dan neem ik aan dat je dan je onderwerp daaraan. Ja. En welke leeftijdsklasse? En vanaf 5 jaar tot en met, ja. Zelfs oma van 80 mag erbij zijn. Die wordt het zwemmen ook aangeleerd. Ja. Maar is het niet moeilijk kinderen werken met kinderen van 5 jaar? Die willen spelen. Nee, 5 jaar is veel beter ten opzichte van... Dat is mijn mening hoor. Je hoeft er niet mee eens te zijn. Of andere mensen hoeven er niet mee eens te zijn. Maar ik vind 5 jaar makkelijker, gangbaar, om dan het zwemmen sneller aan te leren. Je hebt ook kinderen van 3, soms 4 jaar die... Ja, want ze hebben de gedachte gehad van een kind van 5, 6 jaar, waardoor je dan ook met hun kan werken. Maar bij mij is het meer 4,5 naar boven, dan kan ik dan doorwerken. Ja.
Hoeveel groepen zijn er intussen? Er zijn verschillende groepen. Het is een grote zwemschool, verschillende groepen. Je hebt beginnelingers, je hebt gevorderden, je hebt een AB-groep, je hebt zwemvaardigheid 1, 2, 3 en zwemvaardigheid 4 groep. Dus op de zaterdag en de zondag heb je dan 3 uren en het wordt verdeeld in de 3 uren. Ja, niet te veel kinderen bij elkaar, want dat is ook niet leuk, maar het wordt dan verdeeld. En door de week heb ik dan de woensdagavond, vooravond en de vrijdagavond. Is dat niet voor kinderen? Ook voor kinderen. Ook voor kinderen, in de avontuur? Ze komen. Gelooft u me, ze komen. Je mag zelfs komen kijken. Ze komen, maar misschien heb ik het aan mijn naam te danken. Zeg van, ieder die meneer Amelou kent, is zakelijk, streng, maar de kinderen bereiken hun doel. En dat is mijn motto. Ja. Dat wil zeggen, elk weekend is meneer Amelou hier te vinden en niet lekker gaan chillen buiten de stad. Nee. Kijk, als je doelen hebt en je doelen wil realiseren, moet je ervoor gaan. En als je voor iets gekozen hebt, dan moet je het doen. Ik heb gekozen om zwemonderwijzer te zijn. Dan is er een degelijk discipline eraan verbonden. En ieder die Amelou kent, Amelou bleef niet weg. Hij is er elke dag. Alleen bij ziekte gaat hij hem niet zien. Of bij werkzaamheden van het leger, dan gaat hij er niet bij zijn. Maar voor de rest is hij up-to-date. En heeft u ook succesverhalen van kinderen die u hier getraind? U noemde daar net een naam. Maar zijn er ook succesverhalen van kinderen die hier zwemles hebben gevolgd en het ver hebben geschopt? Ja, sowieso. Ja, sowieso heb ik kinderen hier gehad. En ja, de ouders worden vaker door mij zelfs geroepen. En het wordt ze aangegeven, zeg van, uw kind is talentvol, dus raadpleeg dan een zwemvereniging. Soms adviseer ik ze zelf om naar bepaalde zwemverenigingen te gaan. Nadat ik heb gevraagd, zeg van, welk buurt woont hij, hoe ver woont hij. En als antwoord dan krijg ik, dan kan ik de mensen wel adviseren. Ja. Is deze zwemschool voor alle kinderen of alleen kinderen van Van Dijk en omgeving? Nee, er komen kinderen van heel ver naar hier. Ja, heel ver, Kwata, maar ik zeg het nogmaals, als jij als badmeester je inzet en mensen zien dat, ja, ik hoef geen reclame te maken, maar het komt vanzelf. De ene vertelt aan de andere. Zeg van, je mag daar gaan. Ja, je mag bij meneer Amelou gaan, gelooft u me, je zult wat voor je geld zien. Ja. Maar voor garantie. Ja. Ik zet niets op Facebook, gelooft u me. Ik zet nergens, ik heb nergens een flyer. Maar omdat mensen weten dat ik bezig ben, komen ze. Ik heb zelfs opleidingen, de BBS-opleiding. Ik heb zelfs een KPA-opleiding moeten draaien. Ik heb zelfs de politie, ja, de inspecteurs die er niet zijn, die 1, 2 sterren, 3 sterren, heb ik ook het zwemmen aangeleerd. En brandweer heb ik ook last gehad, de mensen van de brandweer. En zo doe ik mijn ding. Zijn er veel volwassenen die niet weten te zwemmen? En er zijn behoorlijk veel volwassenen, maar volwassenen zijn heel anders dan kinderen. Why? Volwassenen moeten komen. En als ze zeggen van ze komen niet, dan komen ze ook niet. Maar bij kinderen worden ze gebracht door de ouders. En mama en papa die zegt, mijn zoon, mijn dochter moet alle diploma's behalen. Maar bij volwassenen is dat niet het geval. En je hebt volwassenen, wanneer ze zich vervelen, dan blijven ze weg. Ja. Volwassen is heel moeilijk. Je zou in feite met een bedrijf moeten dealen om dus mensen te krijgen. Maar volwassen, ze komen een maand, een twee, blijven weg. Anderen, nadat ze een slag hebben aangeleerd, dan zie je ze niet meer, want dan weten ze al te zwemmen, dan blijven ze weg. Ja, maar het is ook prettig werken met volwassenen, hoor. Ja, ja. Maar in de discipline dus bij hen? Ja, ten opzichte van wanneer volwassen kinderen brengen voor de lessen. Wat is de basic? Wat leer ik als eerst als ik op zwemles kom? Nou, er wordt bij mij, althans, ik weet niet hoe anderen het doen, maar ik toets altijd je beginsituatie. Ik hou niet van wanneer u mij vertelt, zeg van, ik kan een beetje of, ik wil het altijd even zien. Ja, kinderen gaan naar het pierenbad, is instructiebad, en dan laten we ze iets doen en aan de hand daarvan weten we precies hoe we verder moeten gaan. Volwassen proberen we soms naar het tweede bad te brengen. Iets wat soms niet lukt, minder prettig is.
Maar daar worden ze ook getoetst qua hun beginsituatie. Ja, en als blijkt zeg van dat ze echt bang zijn, dan gaan we dan terug naar het instructiebad. Ja, gebeurt dat ook bij kinderen? Want er zijn sommige kinderen die echt bang zijn voor water. Ja, dus dat heb ik ook al aangegeven. Ze mogen bang zijn, maar we gaan eerst naar het instructiebad. En ja, dat verval was. Twee maanden, drie maanden. Soms korter. Want wij proberen zo dusdanig bezig te zijn dat ze op een gegeven moment ervan beginnen te houden. Ja, je moet het gezellig maken voor die kinderen. Je weet dat zo'n kind bang is, dan heb je dan een andere aanpak naar zo'n kind toe. Ja, het is lastig om trauma te blijven behouden. Je moet het wegwerken en dat doe je vaak. Ja. En dan zijn we 2 jaar geleden geconfronteerd geraakt met COVID. Hoe is dat vergaan bij u? Hoe heeft u daarmee gedeeld? Nou, in het prille begin met alles potdicht. Ja, we hadden geen andere uitweg. De instructies waren duidelijk. Niet te veel mensen bij elkaar. Ja, lockdown en die toestanden. Ja, toen een aanpassing van de lessen. Want ik ben meer een deel in de vooravond bezig. Alleen weekend ben ik 's morgens bezig. Dus alles was dan gesloten. En met, ja, toen sport weer mocht, zijn we dan weer begonnen. Ja, 2 maanden, 3 maanden dat je niks deed. En het was niet leuk en prettig toen. Gelooft u me, ik voel me prettig wanneer ik bezig ben met die kinderen. Ja. En nu is het weer een beetje open, dus we gaan door. Ja. Maar dan merken we ook dat die economische situatie, met de aanpassing van de koers en alles wat daarmee samenhangt, hoe bent u daarmee omgegaan? Of hoe gaat u daarmee om? Nou, als je de mensen meldt, vroegtijdig meldt, dan zeggen ze niet dat ze er moeite mee hebben. Ze hebben er geen moeite mee. Omdat ze weten hoe de situatie zich voortbeweegt. Ja. Dus heeft ook aangepast, uw tarieven? Ja, je gaat moeten aanpassen. Alles wordt duur. Ja, chloor van 3000 naar 5000. Ja, alles wordt duur. En nu kan je in feite moeilijk plannen. Want als je van de maand chloor hebt gekocht, is de kans zeer groot dat je volgende maand een ander bedrag betaalt. Is het duidelijk waarom? Want het heeft te maken met de situatie. De koers is al de hele tijd stabiel, maar toch zien we dat de prijzen nog steeds fluctueren. Gelooft u me? Dus ik snap de mensen. Dus wij praten ook met de ouders, of althans ik. Ik praat met de mensen, zeg van kijk, ik ben genoodzaakt te verhogen, omdat dat de reden zijn om te verhogen. Je ziet de ontwikkeling. Je volgt alles. Dus de mensen hebben er vaker geen moeite mee. Helemaal niet. Ja. Je komt dan makkelijk aan de spullen die u nodig hebt. Behalve chloor zijn er ook andere zaken, toch? Ja, makkelijk. Ik heb een met de Vries hebben we dan afspraken. En daar kopen we onze zaken. Ja, ja. En nu zegt u, de kinderen halen hier een zwemdiploma. Ja, ja. Zijn die diploma's erkend? Ja, sowieso. De diploma's zijn erkend. Het zijn diploma's die we moeten kopen bij het zwembond. En het zwembond stuurt dan officials om dan erbij te zijn, om dan de kinderen eens te observeren en hun bevindingen te geven. En als het positief is, dan heeft zo'n pupil of zo'n kind zijn of haar diploma. Welke diploma's kunnen ze allemaal halen? A, B, AB, zwemvaardigheid 1, zwemvaardigheid 2, zwemvaardigheid 3, zwemvaardigheid 4. Wow. Ja, dus ik wist niet dat er zoveel waren. Ik dacht dat je als je 2 diploma's hebt, 6. En wat kunnen ze dan doen als ze helemaal afgerond hebben? Nou, qua je leeftijd, als ze nog vrij jong zijn, kan je ze adviseren. Indien ze zeggen van ze willen doorgaan, dan is het dan zwemvereniging. Om mee te gaan doen met wedstrijden. Maar ook tussendoor, wanneer je iets hebt ontdekt bij zo'n kind, kan je ook die advies geven aan de ouders. Zeg van, je zoon of je dochter, probeer dat te doen. Zo'n zwemvereniging, geef aan dat meneer Amelo u gestuurd heeft, gelooft u me, u komt binnen. En wanneer die kinderen terugkomen, komen ze met medaille naar me toe. Zo. Meneer Amelo kijkt hier, mijn zoon, mijn dochter, of ik word gebeld. En bij en correcties van bepaalde slagen, qua wanneer ze daar al zijn, komen ze terug bij mij. Om ze even te helpen of een beetje drill te geven.
Ja, om een beetje te praten met ze, te motiveren. En dan gaan ze weer en ze boeken succes. Maar om verder te gaan moet je wel een dosis discipline hebben, hè? Want ik heb begrepen dat het soms zwaar is, heel veel training. Ja, sowieso moet je discipline hebben. Je moet ervan houden. Als je er niet van houdt, ga je het niet doen. Ja, je moet ervan houden. U heeft hier de hoogtepunten hebben we aangehaald. Is er ook een dieptepunt? Iets waarvan u zegt, ik hoop dat dat nooit meer gebeurt. Nou, in feite heb ik bijna niets echt meegemaakt. Alleen een situatie waarbij een meisje bijna verdronken is. Ja, maar voor de rest niets. Dat meisje, ze leeft nog en ze kan zich niet heugen als dat ze iets heeft meegemaakt. Dat was het enige, maar voor de rest ben ik altijd alert. Ja, ik let op al mijn pupillen, ook van mijn mede-collega's, wat zij niet hebben gezien, zie ik vaak. Ja, dus ik spring altijd erop in. Ja. Ik ben dus een hele tevreden, hoe noem je dat, coördinator en badmeester hier. Ja, sowieso, sowieso. Ja, kijk, als je mensen hebt die je ondersteunen, moet je altijd weten hoe je met ze omgaat. Ja, niet de dictator gaan uithangen. Anders zijn ze zo weg. En je weet niet als je weer mensen vindt met zo'n discipline. Want zij hebben al een discipline opgebouwd door elke lesdag aanwezig te zijn. Mits als er iets is, ja, dan melden ze op tijd. Zeg van, ik kan vanwege die redenen niet aanwezig zijn. Dan creëer ik wel een oplossing. Of zij creëren zelf een oplossing. Meneer X, kan je me ondersteunen voor die dag? Dan is dat het. Ja. Maar de meeste mensen die eigenlijk LO, lichamelijke opvoeding, hebben gevolgd, die gaan in het onderwijs, geven les op school. U niet? Nee. Ik heb het meer gedaan op basis van dus, mijn werk te doen binnen de militaire organisatie. Ja, en ik ben nu tevreden, omdat ik nu als leidinggevende mag fungeren bij een sportafdeling. Hoe lang bent u al in het leven? 28 oktober van het jaar is voor dan precies 23 jaar. Op naar 25? Ja, sowieso, sowieso, zeker. Ik heb nergens meer te gaan. Ik ben al 46. Ik ben kapitein. En ja, tot mijn pensionering. Ja. Maar u weet dat er een hele tijd heel negatief werd gesproken over het leger. En nu zit hij in een transitiefase. Wat vond u van hoe men eerst naar het leger keek en nu? Nou, kijk, we zijn Surinamers. Ja, we zijn nu schijnt zijn aangezicht. Ja, ik zeg van, wat je niet weet, laat hem daar. Praat niet erover. Pas wanneer je het weet, kan je erover praten. Het zijn zaken, maar je moet het laten voor het beleid. Wanneer het zover is, dan krijgen wij het dan te horen. Ja, ik zit in een leidinggevende functie, dus ja, je moet mensen motiveren. De leiding motiveert me om het werk te doen. Dus het is dan mijn beurt om mijn onderhebbend personeel te motiveren om het werk te doen, desondanks de situatie. Het zal om een keer komen een dag. We zullen allemaal genieten ervan. Ja, dus dat is het wat ik wil zeggen. Als ik zo naar de minister van Defensie luister, dan gaat het goed met het leger. Zijn hele ommekeer heeft nu plaatsgevonden. Nou, als zij dat zegt als hoogste, dan zullen we ons erbij moeten neerleggen. Sowieso. Ja, wij weten wat is, maar als zij dat aangeeft, dat wil zeggen, ze heeft dan de informatie gehad, is dan sluiten we ons erbij neer. Dat is een militair. We komen niet eronder uit. Ja. Terugkomend op Weekend Ring. Wat zegt u tegen de pupillen, de ouders die allemaal hier hun weekend komen doorbrengen? Nou, ik ben man van discipline. Dus de ouders moeten de kinderen op tijd brengen. Ja, tijd is tijd bij mij. Omdat ik offer. En als ik offer, verwacht ik ook dat de ouders offers brengen. Ja, de kinderen op tijd brengen, de kinderen wanneer ze niet kunnen komen, dat de mensen netjes afmelden. Want als ik dat zou doen en men komt hier voor een gesloten poort, dan heb ik dan mijn telefoon rood. Want ieder gaat bellen, is er les, is er geen les, precies hetzelfde. Dan vraag ik dat ook aan de ouders, dat de ouders dan zich houden aan de regels. Met betrekking tot COVID, niet te veel mensen, dat ze dan als verantwoordelijke zich ook dan daar naartoe gedragen.
Mag ik u heel veel succes toewensen met dit zwembad en laten we hopen dat het steeds beter wordt. Ja, sowieso, sowieso. Ik zou je misschien ook vragen om misschien tijdens, wanneer ik bezig ben met de les, dat u komt en dan kunt u misschien ook de ouders, andere zwemonderwijzer ertussen, kinderen die zwemmen, ook misschien een kleine interview af te nemen, zodat u precies weet, zeg van, hoe men zich voelt wanneer ze zijn, wanneer ze hier zijn. Dat zullen we zeker doen, want dan hebben we niet alleen uw woord, hè? Nou, dan heeft u dan meerdere stemmen gehoord, meerdere ideeën, meerdere adviezen en om het tot één te maken. Ja, maar voor zover houden die kinderen van me, desondanks ik streng ben. Ja, andere mensen vertellen, zeg van, tjaramango, tjaramchingo drapipi, amang idrildim chilek, zodat die. Maar geloof me, ze komen goed eruit. Ja, ik word zelf soms ook gebeld door ouders. Mijn zoon of mijn dochter wil thuis niet luisteren. Wat meester Amelo, wat kunt u voor me betekenen? Ik zeg van, hé mom, dan praat ik met zo'n pupil van me. Laat me niet naar daar komen. Laat me niet thuis komen. Je gaat luisteren en je gaat gehoorzaam zijn naar je ouders toe. Ja, wat meester. En na 2 dagen word ik weer gebeld. Wat heeft die mijn zoon of mijn dochter gezegd? Ik zeg, wat is er aan de hand? Die is heel lief, doet alles graag. Ik zeg van, zie je het werk? Ja, het werk, geloof me, het werk. Niet met gillen en slaan, gewoon. Nee, gewoon communiceren. Kinderen moet je in feite niet slaan. Wie slaat jij als je iets gedaan hebt? Dus kinderen is meer praten. Je kan ze wel misschien een beetje bedreigen. Maar, okay, maar voor de rest is dat het. Ja, is niet wat jij hebt meegemaakt in je jeugd moet je gaan toepassen. Ja, de ontwikkeling is niet blijven stilstaan. Dus kinderen moet je op een andere manier ook aanpakken. Ik merk uw passie en uw liefde voor kinderen. En daar zijn we heel blij mee. Heel veel succes. Kinderen die hier komen zijn mijn kinderen. Ja, mama en papa komen hun kinderen niet slaan wanneer ik bezig ben. Ja, heeft mama of papa een probleem met me. En ieder kent me. Ze komen niet langs het bad wanneer ik bezig ben. Ze komen niet bemoeien en praten met die kinderen. Of komen die kinderen roepen wanneer zij dat willen. Nee. Er zijn regels als er wat is. Dat dient u de badmeester netjes te vragen. Mag mijn zoon of mijn dochter naar me toe komen? Ja, in de meeste gevallen gaan ze, maar als ik niet wil op dat moment, ik ben bezig iets af te ronden, dan moet mama of papa rustig afwachten. Ja. Heel veel discipline. Dank u wel. Ja, dus, je komt niet eronder uit. Kijkers, zo zijn we gekomen aan het eind van dit gesprek met badmeester Ami, zoals de kinderen hem kennen. Dat is dus de heer Winston Amelo. Hij is coördinator, een van de coördinatoren van het zwembad Wiekontring hier. En u heeft het gehoord, hè? Je moet passie hebben wanneer je met iets bezig bent. En dat blijkt echt uit zijn verhaal. Maar u gaat niet weg, want zo meteen zijn we er met het tweede onderwerp. Welkom bij het tweede deel van In Gesprek Met. Ik ga nu in gesprek met mevrouw Roseline Daan. Zij is de directeur van het directoraat Cultuur. En met haar gaan we praten over haar beleid, maar natuurlijk ook over de overdracht van de leiding van de Academie voor Hoger Kunst en Cultuuronderwijs, AHKCO. Mevrouw Daan, welkom in gesprek met. Dank u wel. U bent nu al hoe lang directeur van het directoraat? Bijna 2 jaar. Ja. En hoe bevalt het? Het begin was natuurlijk een enorme uitdaging. Ik heb net naast me zitten mijn collega die me heeft aangemoedigd van hey Roos, go and do the job. En uiteindelijk kom je eraan. En there is no way back. Je bent er, dus je moet aan de slag gaan. Werken en er wat van maken. En dat is precies wat ik gedaan heb. Oké, en als u nu terugkijkt, 2 jaar al, is dat uitgestippeld pad nog goed of zegt u... Ja, ja, gelukkig wel. Ik heb allemaal de ondersteuning gehad van de collega's, van de minister. Dat is wel belangrijk natuurlijk wanneer je bezig bent met beleid. Dat je mensen achter je hebt die het beleid ondersteunen. En dat heb ik tot nog toe gehad. We zijn er bij lange na nog niet, maar er zijn in elk geval mooie ontwikkelingen en lichtpunten te merken. En we gaan daarmee verder.
Want voordat u daar was, waren er acties. Het personeel was ontevreden over de directeur toen. Hoe is het nu? Zijn alle plooien glad gestreken of is er een prettige werksfeer? Er is een goede werksfeer. Prettig is misschien overbodig. Omdat ik als motto heb op het directoraat cultuur, we hoeven niet van elkaar te houden. Maar we moeten wel samenwerken. En niet louter samenwerken voor jezelf, maar in 's lands belang, want daarvoor zijn we daar. Specifiek het directoraat cultuur. Cultuur gaat dwars door alle ministeries heen. Dus je kan niet één segment eruit lichten en zeggen van ai, ik omarm dit en ik ga me alleen maar focussen op dit onderdeel. Je moet samenwerken, ook met de andere ministeries. Uiteindelijk gaat het erom dat het directoraat cultuur een faciliterende organisatie is. Wij zitten niet in de uitvoering, maar we zorgen er in elk geval voor dat de kunst- en cultuursector zo goed en zo kwaad als het kan geaccommodeerd wordt en dat we die diensten aan hen verlenen. Ja. Eén klacht dat we vaak horen is dat er niet genoeg geld werd vrijgemaakt op de begroting voor dit directoraat. Hoe is het nu daarmee? Is er nu wel geld vrijgemaakt? Die klacht behoort gelukkig geweest tot het verleden. Ja, er zijn wel middelen vrijgemaakt. Er worden projecten uitgevoerd. Er komen steeds meer organisaties en individuen naar het directoraat cultuur om een project aan te bieden. We screenen die projecten natuurlijk. En als die goed worden bevonden, worden ze goedgekeurd en meegenomen in de begroting van het directoraat cultuur. Natuurlijk is er ruimte voor uitbreiding, maar nogmaals, je gaat niet vanuit de hoogste treden naar beneden. Het gaat allemaal stapvoets en we zijn op de helft. Ja? En we gaan verder met klimmen. Nou, en toen waren we wel verrast om te horen dat de leiding van AHKCO overgedragen zou worden en dat het directoraat cultuur daarmee belast was. Want wij gingen ervan uit, dat is iets voor het ministerie van Onderwijs. Dus een andere afdeling, niet het directoraat cultuur. Maar AHKCO valt onder dit directoraat? Ja, dat klopt. Dat is sinds jaar en dag zo vanwege het feit dat onder andere de module journalistiek en communicatie. Journalistiek en communicatie heeft allemaal te maken met die culturele beleving, creatieve industries. Toch? Creatieve industries, dat is één. En dan hebben we ook nog beeldende vorming, kunst. En dan hebben we ook nog sociaal-maatschappelijk werk. Dat gaan we evalueren om na te gaan. Past die nog wel bij cultuur of niet? Dus die evaluatie rond die ene zal gaan plaatsvinden, maar de twee andere zeker wel. Okay. En dan is uw keus gevallen op mevrouw Jane Kolf-Berggraaf. Waarom? Omdat ik er heb meegemaakt. Ik heb er meegemaakt. Ik ben zelf hier geweest onder leiding van Jane Kolf-Berggraaf. Ja, studie gevolgd. En die strakke hand is wat me is opgevallen. Een ander persoonlijke motto in mijn leven is wees aardig voor mensen, want je weet niet hoe dat morgen zal zijn en hoe je de persoon morgen zal tegenkomen. Nou, terwijl ik daar zat, heb ik mevrouw Jane Kolf-Berggraaf geobserveerd. Dus als mevrouw Jane Kolf-Berggraaf een andere houding had geëtaleerd, zou ik misschien niet zo enthousiast zijn als vandaag. Okay. Maar het was een correcte houding van aansturen, onder druk zetten in de positieve zin van het woord. Kritiek geven wat kan en moet in veel gevallen. En dat heb ik allemaal als positief ervaren. En ik ben ook met mijn, hoe noem je dat, certificaat in handen. Met een smile afgezwaaid. Omdat ik wist dat ik de nodige bagage heb meegekregen om het werk te doen. Los van het feit dat ik al in de praktijk bezig was. Maar het is altijd goed om die theoretische bagage te hebben. Dus wetende dat mevrouw Jane Kolf-Berggraaf hier al 16 jaar die als cursusleider is verbonden aan hoe heet dat? Journalistiek en communicatie. Weet je, had ik geen andere in mind.
En na afstemming met mijn collega van beroepsonderwijs, natuurlijk ook mevrouw Ormskerk, hebben we besloten dat we die mevrouw de kans moeten geven. Maar u heeft natuurlijk de academie ook gevolgd. Wat vindt u van de status? Wat vindt u van de academie op zich? De academie heeft goede doelstellingen. Maar die doelstellingen kunnen we natuurlijk uitbouwen. We kunnen er meer mee doen. Vandaar dat ik zeg, we kunnen ook internationaal kijken, samenwerkingsverbanden, omdat we niet op een eiland leven. We moeten meegaan met de ontwikkelingen die er zijn, de trends die er zijn. Als we het hebben over social media, we zien wat er gebeurt op social media vandaag de dag. Zij bepalen, zou je bijna kunnen zeggen, het nieuws. Dus ik denk dat de academie nu wel kan gaan kijken van hoe kunnen we die sociale media inzetten. Ook om in elk geval waarheidsgetrouwe informatie naar buiten te brengen. We hebben de, wat we noemen de traditionele media. Die blijven er en zullen er altijd blijven. Toch? Maar social media heeft toch wel een bepaalde impact. Dus ik zeg van, na evaluatie kan er gekeken worden. En de AHKCO moet echt nu gaan naar accreditatie. Zoals ik het heb begrepen is dat proces al ingezet. Dus werk voor mevrouw Kolfberg-Graaf om dat project door te trekken en af te ronden. Mevrouw Jane Kolfberg-Graaf, gefeliciteerd. We vernamen net van mevrouw Roseline Daan dat haar keus op u is gevallen. Dank u wel, dank u wel. Wat vindt u daarvan? Ging u ervoor? Wat ik ervan vind is dat ik zeker door dat traject van academie ben gegaan. We hebben zoveel jaar met elkaar gewerkt als ik kijk naar dus hoe het gegaan is. En in principe is het, zal ik het noemen, een bekroning op datgene dat ik al die jaren gedaan heb. Alhoewel ik ook eerder in de race ging hoor, voor directeurschap. Maar u weet, niet altijd krijgen wat je wilt. Maar ik denk dat dit moment het juiste is. En je hebt gesproken met de mensen, je hebt ook de reacties gehad. En soms wanneer je bezig bent, dan heb je geen idee wat je allemaal achterlaat. Tot dat moment er is, dan hoor je van oké, we dachten dat ze al directeur was. Want je ziet er altijd in de media over de academie praten. Dus natuurlijk moet je wennen alle aandacht even, want ik ben meer een werker dan de exposure omdat het moet. Maar ik denk dat het juist is, ik denk dat het eerlijk is, dat ook anderen een kans krijgen om door te gaan in een hogere functie. Ja. Als ik dus zo naar u luister, u bent er helemaal ready voor? Ja, ready. Niet alleen natuurlijk, want je kan ready zijn, maar je moet ook je omgeving met wie je te maken zal hebben ook kunnen meenemen in dat traject. Want zoals er gezegd is, elke manager is anders. Dus mensen moeten misschien wennen aan mijn eigen stijl van managen. Maar ik heb zeker één ding dat ik anders doe, is dat ik mensen altijd betrek in dingen die ik doe. Dus het gaat zeker lukken. Ja. En we kennen u. U heeft het ook eerder aangegeven. U bent al 16 jaar cursusleidster van journalistiek. Gaat de journalistiek dan niet een beetje voorgetrokken worden? Terstond kreeg ik een mail van mevrouw Daan die direct zei van, bent u al bezig met de vervanger mevrouw Kolf? Ja. Het is iemand die inderdaad even passioneel is als ik, die houdt van wat ze doet. En deze persoon, we hebben gisteren vergaderd, ik heb intussen die brief al gestuurd aan de directeur. En zij moet alleen maar zeggen akkoord, maar ik heb voorzien daarin, omdat ik vind dat het, ik heb te veel hart voor journalistiek en communicatie. En als mens ben ik kwetsbaar, dus het is goed dat je dat vooraf regelt. Dat ik nu al weet van zij neemt het over, ik moet het alleen maar bekendmaken. Ja, maar ik vroeg, gaat het een stap een beetje voorgetrokken worden? Want dat is uw baby, toch? Ik ben zover om mijn baby los te laten. Mijn baby loopt al, is volwassen. Mm-hmm. Maar nu heeft hij, naast journalistiek is er, beeldende vorm? Ja, dus beeldende vorming, we hebben ook voorzien in een vervanger. Het is ook iemand die, precies zoals de ene bij journalistiek en communicatie, ook zoveel affiniteit heeft en ook zo passioneel is bij BK. En die mensen zijn al benaderd. Ze zijn bereid te ondersteunen. Wel kunnen we niet zeggen dat je nu al weet hoe het eruit gaat zien. Het punt is dat je moet beginnen. En tot zeker september, tot het collegejaar. Want je mag je onderbreking krijgen in het leertraject. Mm-hmm. Studenten kunnen dat niet hebben met COVID al de jaren.
Dus belangrijk is dat we doorgaan. En wat dat betreft is mevrouw Daan heel flexibel. Heel into wat ze doet. Dus ik heb al die mail gestuurd naar haar. Dus we gaan gewoon door. Dus meneer Fung gaat er dus niet meer zijn als? Meneer Chon, Patrick Chon is cursusleider. Oh. En hij is ook vanwege de andere zaken die nu spelen, denk ik, in dat traject. Is hij ook gevraagd om dus een stap terug te doen. En is een andere collega die ook bezig is bij BK gevraagd. Ja, dus dat is sowieso in orde. Eigenlijk zeg ik van met alles wat we doen hier, denk ik dat het niet ongemerkt aan mensen voorbij gaan hoor. Er wordt wel eens geklaagd van ja, er zijn een aantal dingen die op dat hebben we bij elke opleiding. Maar als ik kijk naar mijn studententijd en wat ik nu geef, wat er nu op binnen de academie gebeurt, dan mogen we echt zeggen, er is zoveel vooruit gegaan. En je moet absoluut meenemen ook de mensen die eerder leiding hebben gegeven. Want elke manager heeft iets anders die je inderdaad je prioriteitsgebied ziet. En dat, dan ga je dat ook doen. Ik heb bijvoorbeeld accreditatie moet van de grond komen. Onze instroom, doorstroom en uitstroom moet goed zijn. Als ik instroom heb 30, moet ik mijn uitstroom tenminste 15 hebben. En dat is wat accreditatie vraagt. Dus u begrijpt, er zijn al commissies samengesteld. Nu moeten we evalueren, want een van de dingen is, je neemt over. Nu moet je kijken wat werkt niet. En op basis daarvan ga je de beleid op aansturen. Maar zoals het eruit ziet, het zijn alle mensen die echt het hart hebben op de plek. Dus het komt wel goed met de opleiding. Dus ook met SOCUVO? Ja, dus precies wat ik zeg. Nu heb je 3 richtingen. Ik kan niet meer praten over journalistiek. Ik moet praten over de academie. Dus wanneer ik hier zit, hebben we 2 dagen gehad. Vanaf vorige week zijn we bezig geweest, gesprekken gevoerd. En uiteindelijk na vandaag kan ik even rustig verder gaan nu met de docenten om ook deze gesprekken te voeren. Dus we hebben ook 10 beleidsgebieden en prioriteitsgebieden eigenlijk in kaart gebracht. En eerste is zeker die accreditatie. En we werken ook aan een beetje herinrichting, omdat je toch wel moet kijken wat heb je nog nodig. Want wat je nu moet vergeten, de eisen die accreditatie stelt zijn enorm hoog. Maar heb je die mensen om inderdaad ook direct mee te gaan? En in dat traject zitten we nu. Want als we buiten naar dit gebouw kijken, we weten dat het een historisch pand is, maar het ziet er niet zo fraai uit. U heeft gemerkt bij de overdracht, die de directeur het ook gezegd, dat is echt een prioriteitsgebied. Het enige wat we moeten doen, is meer nog betrekken. Want kijk, je kunt als school, we zijn altijd autonoom geweest, maar je wordt door de overheid betaald. En het is een overheidsinstituut, dus in principe zou je... In mijn concept, ik ga stoepen en deuren open en ik weet niet wat ik ga doen. Maar voor mij is het belangrijk dat we worden gehoord en dat mevrouw Daan eerlijk waar. Er is al gesprek met haar geweest hierover en ik weet dat ze open staat. Wat wij moeten doen is het voorwerk, een projectvoorstel schrijven, een goede begroting maken. Die dingen zijn er al, dus misschien moeten we het gaan een beetje reviseren. Maar voor de rest denk ik dat de tweede prioriteit is, dit moet een beetje anders eruit zien. Ja. En u gaat ervoor, want u heeft in uw speech eerder aangegeven van dat u ook niet alleen hier in Suriname zich zal concentreren, maar ook naar het buitenland. Helemaal. Samenwerking. We hebben het gehad bij journalistiek en communicatie. En het mooie was dat we zeker 20 studenten weggestuurd hebben, ook docenten, om zich daar een beetje te gaan bekwamen. Maar nu ga je vanuit de opleiding. En het eerste wat ik mevrouw Daan zeg, weet je, ik moet gewoon terug naar de contacten. Niet meer voor journalistiek en communicatie, maar gewoon voor die totale opleiding. Want als je kijkt naar Fontys Hogeschool, die heeft ook kunst en heeft ook social work. Dus de universiteit, Thomas Hogeschool België heeft dat ook. Dus eigenlijk is het niet eens een probleem. Dus ik ga niet meer alleen voor journalisten zoals ze me kennen. Maar nu ga je voor praten voor dat totaal instituut. En dat vereist ook dat alle 3 richtingen wel moeten beseffen wat van ons gevraagd wordt. En dat we gezamenlijk gaan moeten optrekken. En een team natuurlijk, net wat we zeggen, dat team, we hadden al een sterk team. Maar nu met verschuivingen moet je nu gaan werken aan een goede basis voor dat team. Zodat we, wanneer we naar buiten gaan, dat we inderdaad gaan voor datgene wat we willen. Is namelijk, de opleiding moet er beter van worden. Helemaal. En als u terugkijkt op uw 16 jaar bij journalistiek, wat zegt u? Er is iemand die er niet meer is, maar ode aan hem, Robert Wijnen-Bosweilen. Ik zal u zeggen, het is iemand die, hij kwam 2002 binnen en hij vroeg me, wil je me ondersteunen? En ik zei ja. En vanaf dat moment heb ik hem ondersteund tot 2006. En voor hij stierf heeft hij aan John gezegd, Jane moet het worden. En ik heb haar klaargemaakt, zei hij zo. Hij kwam 4 jaar in mijn leven, maar die 4 jaren waren... Ik heb kunnen leren, afleren, bijleren, want u weet hoe hij geweest is. De nodige bokken met zijn bril, maar ik ben er beter van geworden. En in principe denk ik dat wat er nu gebeurt op de academie...
ik geloof in dingen die doorgaan en heeft een goede basis voor journalistiek en communicatie gelegd. Dus daar begon het en 16 jaar lang in dingen die ik soms doe, denk ik van, maar Robert zou het ook zo gedaan. Dan bel ik iemand van, weet je dat Robert dit ook zou doen? Vele dingen die ik eigenlijk binnen de studierichting heb gedaan, kwamen echt van hem. Ik heb nog steeds een agenda waar hij alles had uitgewerkt. Natuurlijk doe ik het op mijn eigen manier verder. Maar het is iemand die een duidelijke visie had over de opleiding toen hij naar binnen stapte. En wij zijn doorgegaan. Dus ik kijk heel tevreden. Ik heb geleerd. Ik heb in de directie een wezenlijke bijdrage geleverd. Want soms moet je het ook zeggen. Mensen weten het. Maar mijn bijdrage was er in alle vernieuwingsprocessen. Ik sprak niet alleen maar ik deed ook wat ik moest doen. En dat heeft ook gemaakt dat we een heel goede band hebben met elkaar binnen de opleiding. En toch wordt er vanuit de gemeenschap soms geklaagd over het niveau van de verschillende opleidingen. En men had het ook soms specifiek over journalistiek. Vindt u dat er het niveau niet is wat het wezen moet? Ik blijf het zeggen, als je niet leert, weet je niet wat je fout doet. En wij hebben, ik denk vanaf dus mijn komst, het begon al bij Robert, Weiland Robert, is dat we vooral die mensen die al dus actief zijn in het beroep. Want eigenlijk, als je kijkt naar die opleiding, is het echt begonnen voor die mensen. Later is het geweest een opleiding waarbij ook anderen die verder wilden en zich wilden specialiseren gaan. En uiteindelijk hebben we gezien, je kan opleiden. Maar uiteindelijk moet je in het veld laten merken wat je weet. We hebben ook gezien dat je ook afhankelijk bent van mediadirecteur in het beroep. Want soms weet ik dat de algemene klacht is dat de journalisten zo hun best doen om een goed verhaal te maken. En wanneer ze het verhaal terugzien, is het totaal veranderd. En dat heeft gemaakt dat we in 2008 SBS zijn gaan vormen. Alleen omdat we dus de vereniging van mediadirecteuren erbij wilden. We wilden jullie erbij, de journalistieke groep. En we wilden de opleiding erbij. En zo konden we Stichting ter Bevordering van de Journalistiek in Suriname. Yes. En zo hebben we jaren goede trainingen. We hadden zelf een trainingscentrum met trainingsfaciliteit. Het heeft gemaakt dat we heel veel hebben afgeleverd. Als we praten over de kwaliteit, dan zeg ik, het kan altijd beter. Want je leeft nog in een samenleving waar iedereen nu social media nieuws heeft. En je moet absoluut hard je best doen om een primeur te vinden om dat verhaal zodanig te brengen dat dus die samenleving wat dat heeft. Dus we gaan door de kwaliteit. Het gaat. Ik heb soms mijn momenten, maar ik zal u zeggen, ik gebruik met trots de Surinaamse kranten en ik kijk naar mijn Surinaamse media en ik kijk ook naar buiten en ik denk van zo slecht doen we het niet. Maar ik weet dat we in Suriname ook een klaagcultuur hebben. Als we niet vinden wat we willen vinden in die krant of de radio, dan is het medium niet goed. Maar ik heb het genoegen gehad om ook buiten te gaan en geloof me, het zijn dezelfde klachten die we hier hebben buiten ook. Toch zeg je biedt mogelijkheden aan mensen die in dit beroep gaan, want het is een vrij beroep, maar we bieden de gelegenheid. Kom je school, je hebt de eenjarige opleiding, we zijn nu bezig met eenjarige social work opleiding voor de mensen die al werken en geen 4 jaar willen volgen. Dus in principe mogen we niet klagen. Dus er zijn genoeg mogelijkheden, schrijf je in, zeg ik. Ja. Nou, dan hebben we naar u geluisterd, u gaat ervoor. Wat zegt u tegen de gemeenschap? Leren is een proces en ik denk dat de opleiding, we hebben onze maatschappelijke rol, we hebben bewezen dat we bestaan, die rol die we vervullen is duidelijk te merken in de samenleving en juist omdat het gemerkt wordt, hebben mensen juist dus die positieve feedback naar ons. Wat we moeten doen is er iets mee doen. Kijk, accreditatie kan ons helpen om nog sneller te komen bij de kwaliteit die we willen en daar gaan we voor. Dank ook die samenleving die steeds heeft gezegd van luister, dat heb ik heb een mail gestuurd, ik ben niet tevreden inderdaad. Maar wat wij doen als opleiding is alles wat we krijgen van buiten, we doen er wat mee. We werken ook aan de standaarden, aan het curriculum. We durven om de 3 jaar te evalueren, want dat is een plicht binnen HBO-onderwijs. En ik denk dat alles wat wij gehad hebben in de samenleving, dat we bedanken en zeggen we gaan door. Met uw kritische houding, dat maakt ons denk ik als opleiding groter en beter. Nou. Gefeliciteerd. Dankjewel, dankjewel. Kijkers, en zo ben ik gekomen aan het eind van In Gesprek met voor deze week. In het eerste deel heb ik gesproken met de heer Winston Amelo. Hij is een van de coördinatoren bij het zwembad Wiekontring.
En is ook bekend als badmeester Ami. Met hem hebben we gesproken over het reilen en zeilen bij dat zwembad. En in het tweede deel met de dames Roseline Daan en Jane Kolff-Berggraaf. Respectievelijk directeur van het directoraat cultuur en directeur van de Academie voor Hoger Kunst en Cultuuronderwijs. Met deze dames heb ik gesproken over hun beleid en ook een beetje over het reilen en zeilen hier bij de Academie. Heeft u net deze aflevering gemist? Wel, de herhaling is vanavond rond 9 uur of tegen 9 uur op kanaal 12.2. Volgende week ben ik er weer met een andere aflevering. Tot dan. Goeiedag.